dit moment is de Griekse economie natuurlijk een volledige cash-economie geworden. Handje-contantje. Er wordt niets giraal gedaan. Er worden geen bonnetjes gemaakt. En dan wordt het heel moeilijk om op een zeker moment de belasting te heffen. Nou, we hebben wedstrijden in Engeland en Nederland bekeken. En dan blijkt dat voetbalwedstrijden, dat er een duidelijk thuisvoordeel is. Als een ploeg thuis speelt, dan zijn de resultaten gemiddeld gezien veel beter dan dat ze uitspelen. Maar als je vraagt, biedt het spelen op kunstgras een extra thuisvoordeel? Dan is het antwoord op die vraag nee. Ja, ik ga erover doorpraten met Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. En ook voormalig gasthoogleraar aan de universiteit in Shanghai. Welkom. Ja, wat we nu in China zien gebeuren, is dat inderdaad een politiek probleem? Nou ja, het is zeker een overgang van een systeem van dat, natuurlijk in China heb je dat door de staat geleid wordt, door de communistische partij, een éénpartijstaat, waarbinnen natuurlijk binnen die communistische partij wel natuurlijk verschillende facties zijn, naar een model dat je wil gaan liberaliseren. Hier in Tilburg op een kleine kamer van gebouw K van de universiteit worden levens gered in Nepal. Het is de werkplek van een van de 200 vrijwilligers van Standby Task Force. Bij rampen combineerden ze satellietbeelden met social media. Crowdmapping heet dat. Hulpverlening 3.0. We halen alle informatie die we kunnen vinden online bij elkaar. En al die dingen brengen we weer samen in een kaart, in een overzicht dat we delen met de hulpverleners ter plekke, zodat zij kunnen besluiten naar welk gebied zij gaan. Marcel Das is hoogleraar econometrie en dataverzameling en deskundig op het terrein van steekproeven. Nou, die 94-95% ontleent staatssecretaris Vergijn uit een tabel in het rapport. Daarbij kiest hij een willekeurige week, week 8. Daarin staat het percentage van 95% vermeld. De weken daarvoor wordt een percentage vermeld van 91 en 84%. Dus die had hij even goed kunnen nemen.